Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Luigi 3D World. Ja, we spelen al een paar afleveringen met Luigi, dus vandaar dat ik het Super Luigi 3D World noem. Dit is niet grappig. Jij bent niet grappig. Anyway, doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan wij verder met deze 100% run in wereld 7, aanval op de Firebro Vesting. Alle andere 6 wereldjes hebben we dus 100% uitgespeeld. We gaan hartstikke lekker. We pakken alle sterren, alle stempels en alle vlaggetjes. En dan moeten we hier nu Firebros gaan aanvallen. Kijk hem staan daar dan. Kijk hem daar staan, jongen. Maar dude, als jij iets hierin gooit... Dan ga ik daar tegenaan lopen. Gewoon omdat het kan. En dan spring ik ook nog mis. Potverdikkie dory, man. Dit begint echt top. Maar die heus. Ik heb wel de eerste ster gepakt. En dat is het belangrijkste in de 100% run. Hallo? Hou eens op, jongen. Ik vind het echt serieus moeilijk om met Luigi altijd op een hoofd te springen of zo. Lukt gewoon echt heel vaak niet. Oh, gelukkig heb ik hier nog een extra power-uppie. Hoppakee. Ground pounder daarop. En dan ground pounder op deze. Oh, en hier is een stempel. Lekker, man. En dan... Oh, oké. Luigi is aan. Dat waren even 4 epische seconden. Als je het duimpje nog niet omhoog hebt gedaan... Doe dat dan nu voor deze epische secondes, joh. Dit was echt lekker, man. Dit was echt lekker. Oh, kijk, we kunnen hier ook naar boven. Wat? En dan... Oké. Misschien moeten we eventjes op deze buis gaan staan. Zo. En dan kunnen we rustig hierop. Dan kunnen we rustig hierop. En dan kunnen we eens gaan kijken wat hier is. Hier is namelijk 1 buis. Oké. Elke keer als we springen, dan gaat er zo'n platformpje de andere kant op. Oké, let's do this. Deze gaat zo omhoog. Dan moet ik deze even zo doen, want dan moet ik hem straks de andere kant op klappen, zo. Ja, nice. En dan... Ja? Ja, lekker! Heerlijk! Nice! Oh, dit voelt wel goed dat dit gewoon zo in één keer eventjes lukt, jongens. Wereld 7 is geen grap, jongens. Is geen grap! Hier hadden we wat extra tijd. En dan moeten we even kijken waar we dan straks de laatste ster kunnen gaan vinden. We hebben hier eventueel nog een grote vuurbloem. Oké, nu komen ze uit die buis. Dan moet ik dit dus gaan timen, hè? Dan moet ik nu zorgen... Ja, oké, wacht even. Even... Oh, hij is kapot! Het is gelukt! Ja, het is gelukt! Lekker! Nice! Oké, ik zie hier deze ster. Helemaal prima. Maar eerst ga ik even iedereen hier kapot maken. Hatsaflats. En dan gaan we even hier iedereen kapot maken. Lekker. En dan kan ik nu rustig aan gewoon alle muntjes gaan pakken die nodig zijn. 4, 5, 6. En dan deze 2 nog. 7, 8. Lekker! De derde ster is ook hier in dit pocketje. Nice. Oeh, dit ziet er wel vet uit. Dit was wel cool gemaakt. Ja, we zitten natuurlijk nu in wereld 7, jongens. Dus dat is geen grap. Ah! We moesten hier alle enemies blijkbaar kapot maken. We gaan wel lekker, hoor. Jeetje, mineetje. Hoppakee. Nu nog even hier naar boven. En dan... Ja, dan moeten we deze gast nog even uitschakelen. Hoppakee. Dit is wel moeilijker, trouwens. Dus dan moet ik vanaf hier... Moet ik zo... Oké, nice. Ook bovenin de vlaggenstok. Gouden vlaggetje. Door naar het volgende level. En dat zijn de schimmige schakelkamers. Schimmige schakelkamers dus. Gelukkig heb ik een vuurbloem. Kan ik nog een beetje kijken waar ik naartoe kan. Hier is een extra vuurbloem. Ik denk dat ik die even ga pakken inderdaad. Ja, ik denk dat ik die wel, dat die wel van pas gaan komen. Hallo, Spiny. En de deur gaat open. Oh, er staan ook lampjes overal. Nice. Oh, nog meer Spinies. Ja, gaan we hier naartoe. Zo, deze. Even springen. Yes, oké, cool. Nog geen sterretjes gevonden of stempels in de eerste paar kamers. Ik heb het gevoel dat we sowieso even alle... hoe noem je dat? Alle fakkels aan moeten doen. Kijk. En dan komen we inderdaad bij de eerste ster terecht. En dan hebben we ook gelijk een checkpointje. Dan moeten we daar naar rechts. Maar hier is ook nog wat zo te zien. Yes, de tweede ster. Nice. Nou ben ik heel benieuwd welke enemies hier zullen zijn. Ja, oké. Vuurpiranha plant. Maar het is al het einde van vuurpiranha plant. Hij is geen match voor ons. Geen partij voor ons. We gaan gewoon lekker door. Kijk, hier hebben we weer fakkels. Ja, die gaan we uiteraard weer allemaal aanzetten. En Spiny moeten we even kapot maken. Ja, ga eens weg, jongen. Dat is wel grappig. Nu kijk je echt van de bovenkant op het level. Krijgen we hier nog wat voor? Nee?
Kan ik hier op? Ja. En dan hier? Nee, daar is ook niks. Twijfel trouwens wel. Ik zie hier wel een schaduw of zo. Nee, zo te zien. Nee, oké. Wow, check deze vulkaan dan. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Deze gaat bewegen. Oké, cool. Dan ga ik hier naartoe. Of gaan we eerst even hier naartoe. Naar de stempel. Zeker gaan we eerst even naar de stempel. Lekker. Oké. Vuurpiranha planten. Dit is jammer, dit is jammer. Ja, gelukkig heb ik nog een reservevuurbloem. Ik moet die spiny daarachter nog even uitschakelen. Ik ga eerst gewoon de enemies uitschakelen, denk ik. Go, 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 go. Lekker. Hier naartoe. Ja, en dan deze twee nog. Hoppakee. Alleen de derde ster nog even zien te vinden. Die zal vast en zeker hier ergens zijn. Sowieso. Waar is die? Ja, die is hierboven, hè? Die is hierboven. Jazeker wel. Ground pound, zodat je hoger kan springen. Hoppakee. Lekker gedaan weer, hoor, Luigi. Heerlijk, man. Rennen. Wereld 3 en dan... Oh, het is een kasteeltje. Het sprintpaneelpad. We hebben 100 seconden hiervoor. Oké. Dus we moeten hier keihard gaan sprinten. Oh, snap. Oh, als dit maar goed gaat. Als dit maar goed gaat. Ah! Waar zijn alle geheimpjes in dit level? Daar is er één. Kan ik stoppen met sprinten? Nee, maar ik kan wel de ster pakken. Lekker. Die eerste die hebben we alvast binnen. Heel nice. Oké. Oh, hier is de tweede ster gelijk. Ja, dan moeten we zeker een rondje gaan rennen. Ja, lekker, 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 lekker. Kijk, dan moeten we nog even de ster pakken. Dus we moeten even een extra rondje rennen. Yes, die hebben we ook binnen. Het gaat vrij soepel tot nu toe. Maar meestal als je dat zegt, dan gaat het fout, hè, jongens? Oké, cool. Ja, kijk, dit bedoel ik dus. Doei, power up. Ik had het ook gewoon niet moeten zeggen. Ik ga nu deze kant pakken. Ik denk serieus dat deze kant misschien wat makkelijker is. Nice. Lekker. Oké. Die ster hoeven we nu niet meer te pakken. Waar we net dood gingen, daar lag trouwens de stempel. Dus daar moeten we ook even goed opletten. We moeten eigenlijk via de linkerkant straks. En dan moeten we denk ik springen. Deze hebben we ook niet meer nodig. Hebben we al gedaan. Zo. Zo. En dan hier rechtdoor. En dan hier ook rechtdoor. En ja, dan hebben we de stempel. En dan ligt hier in het midden de ster. Ah! Oké, volgende poging. En dan hier linksaf. Ah, dan moet je rechtdoor. Oh, dan moet je gelijk weer terugdraaien. Ja, oké. Oké. Je moet rechtsaf en gelijk weer linksaf. Dus... Ah, rechtsaf en gelijk linksaf. Nee, ik mis hem. Ik liep er langs. Gaat dit hem worden? Gaat dit hem worden, jongens? Hup, en sturen. Nee! Waarom ren je er langs, Luigi? Nog een poging. Ja! Ja! Ik heb wel de ster. Go, 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 go. Naar het einde van de level. Heb ik de goede buis? Nee. Moest ik nou echt een andere buis pakken? Kan ik nog terug? Ja, ik kan nog... Huh? Dus dan denk ik dat ik hier... En dan moet ik naar rechts springen. Ja, hoe dan? Hoe dan? Weet je wat? Screw it. Ik vind het prima. Ik ga gewoon deze power-up pakken. Met deze power-up kan je namelijk niet geraakt worden. Dus dan, kijk, dan kunnen we niet kapot. Want die laatste jump die is gewoon irritant. Dan ben je er eindelijk en dan heb je het goed uitgemeten. En dan is net de timing zo dat je tegen die buien, tegen die stekels aanspringt. Dan kan je het weer opnieuw gaan doen. Dus daar heb ik nou even geen zin meer in. Kijk, je zou technisch gezien ook gewoon hier in één keer al rechtdoor kunnen, zo te zien. Zo. Zo. Kijk. Volgens mij hadden we nu die power-up niet eens nodig, trouwens. Wee. Ja, dag. Nee! Pak hem dan gewoon! Ongelooflijk. Maar dit is serieus moeilijk. Kom op. Ja, lekker. Hè? Eindelijk boven die vlaggenstok. Ik heb er 20 minuten over gedaan over dit level, volgens mij. Maar we hebben hem. Zo, dan gaan we even de bonusstempel pakken. Dankjewel. Daar is je zus. De blauwe vee, vlinder, weet ik veel wat het is. Vlindervee. Zullen we ze gewoon vlindervees gaan noemen? Dat vind ik wel mooi. Blauwe boelimeer. Oké. Juist, ja. We moeten een pad gaan volgen. En dan moeten we hun er vanaf mieteren, denk ik.
Of we gaan onszelf eraf mieteren. Dit wordt wel de grote blunder video volgens mij. Man, man, man. Wil jij er even afgaan? Dankjewel, doei. Gaan wij gewoon even zo het pad volgen, denk ik. Ja, dit pad volgen zo. Ja, cool. Oké, hier moeten we denk ik even goed timen. Kijk, ja, top. Rondje rennen, snel rondje rennen, lekker, ja hoor. En dan, ja, wacht, ik loop wel gewoon nog een rondje. Hoppakee, oké, die hebben we ook binnen. Ik moet zo even wat te drinken gaan pakken, denk ik. Ik ben mijn focus helemaal kwijt, jullie merken het al, hè? Oké, waar is wat? Oké, daar bovenop is een ster te vinden. Nou, let's go. We gaan hier naartoe, dan hier is de stempel. Die hebben we te pakken. Dan ga ik gewoon even lekker rustig wachten. Even chillen, even rustig gaan. Even een plaspauze, jongens. ja, nice. Oké, cool. Lekker. Lekker korte jumpies, Luigi. Gaan we even hier naartoe, want hier kunnen we ook weer een ster pakken. Kijken hoe we dat moeten doen. Oh, we moeten hem er vanaf gooien. Gelukkig heb ik een vuurbloem en gaat dat makkelijk, want het moest binnen 10 seconden. Dit fixen we. Ja, we zijn weer terug, jongens. Ik voel het. We zijn weer terug. We hebben de focus weer te pakken. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, nice. Nou, nu hebben we dus halfway checkpoint. We moeten alleen nog even die ene ster zien te pakken strakjes. Volgens mij is die best wel lastig. Oké, hier was de ster nog niet. Sowieso niet. Hij was bij deze ronde draaischijven inderdaad. Nou kan ik die draaischijven niet kapot maken. Dus ik moet het echt even gewoon lekker timen. Hallo. Bam. Timen, timen, timen. Oh, hij is daar joh. Oké, oké. Hij is hier. Ja, lekker. Lekker, nice. Ik wacht hier nog heel even geduldig tot de volgende ronde, tot ik door kan. Ik denk dat hij nu gaat komen. Ja, oké, cool. Ja, lekker. We hebben alles, heerlijk. Kunnen we rustig de buis in? Ah, dan moeten we deze drie droepjes nog even van het platform schieten. Hatsaflats, dat is nummer 1. Nummer 2 gaat er bijna achteraan, hoop ik. Ja, die bouncen elkaar er wel vanaf. Nee of niet? Ah, ja, kijk. Ah! Lekker. Nummer 2 en nummertje 3 gaat er nu vanaf. Hoppakee. Met je bolle bison stieren kop. Ik ga even wachten. Ja, ik dacht alweer dat die platformpjes gewoon heel snel naar beneden zou gaan. Hè? Zo is deze Mario game wel. Ze geven je hoop. En dan eindstand. Wacht even. Ja, lekker. Epic save. Epic save. Heerlijk. Ah, dat doe je zo rustig aan en dan gaat het alsnog bijna fout. Heerlijk als het bijna fout gaat, maar dan toch goed. Oh, we moeten nu door naar de twee basis. Maar ik zie hier op de grond ook wat en dan kunnen we indrukken en dan komt er een buisie tevoorschijn. Dan hebben we nog een basie. Nou, maar jullie weten het. De echte Fire Bro is gewoon Fire Luigi. De vierde schuilplaats van de Fire Bros. Ik ga gelijk recht vooruit schieten, want sowieso gaat er daar eentje komen. Oké dan. Oké dan, nummer 2 is kapot. Dit is wel een ding. Dit zijn er wel even heel veel. Er zijn er nog 4 over. Er zijn er nog 3 over. Er zijn er nog 2 over, want ze gaan elkaar ook schieten. Hahaha, daar is de laatste. Waar ga jij naartoe, vriend? Hier ga jij naartoe. Hoppakee. Bovenop die bakkes van je. Lekker. De wraak van de broldertjes. Ja, die brolderbaas, die hebben we in een andere aflevering gesloopt. En ze zijn weer terug. En zo te zien is het ook gewoon gelijk een moeilijker leveltje geworden. Ja, kijk, er zijn nu ook van die rare lavaballen opeens. Ik ben wel geraakt ook door iets. Oh, jongens, laat me even met rust. Laat me even chillen, alsjeblieft. Dank u. Kijk, nu hebben we lekker hier een hele kant om te chillen. Kom jij maar even hier naar beneden. Dan ga ik even zo deze op zijn hoofd gooien. Lekker, kan ik er gelijk nog één op zijn hoofd gooien? Nee, dat gaat dan weer net niet. Jammer genoeg. Oké, go, 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 go. Pas op, pas op, pas op. Pas op. Kijk, ik heb wel weer gelijk een nieuw ding. Kan ik deze op zijn hoofd gooien? Ja, lekker! Oh, ik had één van zijn blokjes bewaard. En daarmee kon ik er gewoon lekker even wat eerder slopen. Ja, die bazen die gaan ons wel goed af. Maar sommige levels... Oh. Hey, later, broldertjes. Dat was niet echt heel goed wraak, hè, jongens? Nou, jullie willen zeker ook wraak nemen. Oké, let's go, let's go. Ja, maar dit is met Tanuki echt super makkelijk. Kijk, dit is echt zo easy. Je geeft er gewoon een paar klapjes met je staart. Je plant hem even zo'n buisje in. En dan wordt hij opgezogen. Oh, of niet. Of niet. Of niet. Of wel.
En dan hoppakee. Dikke beam. En dan doe je dat gewoon nog een keertje zo. Hotsadadadalalala. Klappie erop. Hoppakee. En bam. En klaar. Easy. Ik kan het niet leuker maken. Ik maak het wel makkelijker. Maar ja, van wie zei dat ook weer altijd? Dat was een reclame. De Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. En met deze video's maak ik het voor jullie ook makkelijker om die 100% te halen in Super Mario 3D World. Dus doe even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. Wil je mijn live zien gamen volgen op twitch.tv/RickardJohn? Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!